Het is vandaag Nationale Pannenkoekendag. En daarom wil Viva graag van jou weten, wie vind jij de allergrootste pannenkoek? De grootste pannenkoek vind ik Samson van de PvdA. Omdat hij zoveel heeft gelogen en bedrogen dat hij nu minder dan 11 van de zetels heeft gekregen. Ja, Gordon. En waarom wij dat vinden? Nou, we vinden hem echt totaal niet grappig. Mijn collega Bram, omdat hij altijd grappig probeert te zijn, maar heel erg de plank mislaat. Ik vind mijn vader de allergrootste pannenkoek en dat vooral omdat hij ons altijd een pannenkoek noemt. Nou, we kijken elke dag Utopia. En ik vind de grootste pannenkoek Colinda. Ik vind het echt verschrikkelijk, maar ik kijk het toch elke keer. Mijn overbuurvrouw. En waarom is zij een grote pannenkoek? Omdat ze mij altijd dwars zit, altijd naaapt, zakelijk gezien. En daar ben ik zo klaar mee, dus daarom vind ik haar een grote pannenkoek.